Welkom bij de Floriande. De liefde, dat is het eerste wat in me opkomt. Ja, ja, gewoon een goede plek. Ja. Mooi, groot, open. Dan zeg ik, het is leuk om hier te werken. Het is leuk om hier de activiteiten mee te maken. Nou, dat maakt mijn hart een sprongetje, want ik vind hier alles wat ik zou willen doen. Dus Floriande zit in mijn hart. Top. Nee, mama. Ik denk dat je eigenlijk in deze locatie overal langs moet gaan. Ik zou zeggen, ga gezellig naar het restaurant. Drink daar koffie met collega's of mensen die daar zitten. Ik zag al gelijk dat het heel erg klein was. Dus heel erg knus, heel erg intiem. Nou ja, toen ik hier voor het eerst kwam, zat ik op huisje 2. Dat ik met mijn vragen bij mijn collega terecht kom. De vriendelijke ontvangst. Ik werd meteen in de familie opgenomen. Ja, ik voelde me echt welkom. Als ik de bewoners gezellig zie keuvelen met elkaar hier in het restaurant of op de groepswoningen, dan denk ik echt van ja, dit is waar ik mijn werk voor doe. De mensen, de bewoners. Als ik de mensen gelukkig zie. De bewoners, ja, die maken me echt aan de lachen. Jee, nou, ik zing graag. Zingen, ja, dansen. Ja, gewoon Nederlands muziek. Ja. Een gekkigheid. Dus niet echt een activiteit, maar muziek aanzetten en dan proberen te dansen. Kijken of ze nog van die stoelen af kunnen komen. Nou, soms als je een praatje met ze maakt, met over vroeger, wat de mensen gedaan hebben. Zingen, echt oude liedjes zingen, want dan merk ik gewoon dat ze helemaal... Ja, ze gaan weer helemaal terug naar vroeger. En ik vind het ook wel leuk, want er komen best wel leuke gesprekken ook uit. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Klaar. Als ik gelachen heb, en met wie dan ook, of het nou met mijn collega's is of met de bewoners. Ja, als de mensen het naar het zin hebben gehad en ik zelf ook. Persoonlijk zeg ik altijd alle cliënten gewoon gedag. En dan kan ik eigenlijk gewoon met een gerust hart naar huis gaan. Ja, dat de bewoners tevreden zijn, daar doen we het voor, hè.